Hey, terug van weg geweest. Het is alweer best een lange tijd geleden dat ik mijn laatste filmpje heb gemaakt. Omdat het niet stroomde. En ja, als het niet stroomt, dan stroomt het niet. Dus dan komt er ook geen inspiratie. En ik merkte nu weer een gevoel vanuit binnen en inspiratie om iets te delen. En waarover ik iets wil delen is, de afgelopen weken is er natuurlijk alles veranderd in de wereld. Het is echt ongelooflijk, de impact. En daar kun je op heel veel laag op ingaan. Maar er is één laag die ik wel wil delen. En dat heeft te maken met mijn werk. Ik werk bij de GGD en ik ben de afgelopen weken ontzettend veel bezig geweest vanuit het actiecentrum. Meehelpen bij bemonsteringen bij mensen thuis. En veel meer gewerkt dan mijn eigenlijke contracturen. Maar ik voelde ook heel erg het belang van er te zijn. En ik merkte als ik bij mensen kwam, dan voelde ik ook echt de behoefte om niet alleen een collega te helpen om de bemonsteringen te doen, maar om ook licht te brengen daar waar ik kwam. En ik ben echt bij heel veel verschillende mensen, heel veel verschillende situaties thuis geweest in deze hele gekke tijd, wat natuurlijk al best wel bijzonder is, omdat juist velen van ons thuis zitten. En ik merkte dat ik ultiem werd uitgedaagd de afgelopen weken om niet in angst mee te gaan, om juist de angst elke keer te voelen en te transformeren. Maar er ook heel erg mijn licht te schijnen. En juist in situaties, dus bij mensen thuis die heel schrijnend waren. Echt kwetsbare mensen. En ik wil daar gewoon een paar voorbeelden in noemen. Ik kwam bij een vrouw die behoorlijk depressief was. En terwijl we daar binnenkwamen, vertelde ze gewoon even kort, zeg maar, in waar zij in zit, de situatie. En ik voelde echt de heftigheid. En onder andere dat haar moeder dus op sterven lag en ze dus niet bij haar moeder mocht zijn. En ik zag een vrouw die zo gepijnigd is eigenlijk in het leven. En ik zag ook hoe ze haar best deed om het goed te doen voor de bemonstering. En toen mijn collega en ik zeiden tegen haar van, we zijn trots op je, hoe je het gedaan hebt, moest ze huilen. En toen zei ze, het is voor het eerst in mijn leven dat iemand zegt dat ze trots op me zijn. Zo'n klein gebaar kan al heel veel impact hebben. En bij een andere vrouw die kwam binnen en ik merkte haar behoefte aan contact. Haar behoefte om te delen, te praten. En ik voelde gewoon, zij is hier in haar fysieke lichaam, maar haar ziel is ergens ver weg. Ik weet niet of zij aan de medicijnen zat of veel alcohol dronk. Ik heb geen idee, maar ik voelde ze is er, maar ze is er niet. En haar moeder was een paar dagen daarvoor overleden. En ze was bezig met bloemen regelen. En alleen al die welgemeende woorden vanuit ons hart naar haar, die raakte haar. Ze zei echt, dankjewel, dankjewel. Ze noemde nog eens onze namen, dankjewel. Dit soort kleine dingen zijn al van zo'n wezenlijk belang. En zo kan ik meer schrijnende situaties vertellen. Ik was in een instelling met geriatrische ouderen. En ik
mijn collega die ging dus een kamer in bij iemand om de monster af te nemen. En ik bleef op de gang. En ik hoorde iemand gillen. Gillen en praten. Wanhoop. En op dat moment wat ik deed, was mezelf connecten. Mezelf leegmaken. Heel erg in mijn hart zitten. En heel veel liefde sturen. Dat is wat ik deed. Het lijkt heel klein. En toch is het heel groot. Omdat alles is energie. Dus ook deze energie komt ook daar terecht. En daarnaast gebeurden er zoveel mooie dingen. Ik heb zoveel verbinding gevoeld met mijn collega's waarmee ik op pad ging. Met degene die onze bezoeken coördineerde. Ik heb zoveel verbinding gevoeld. Ik voelde echt, we staan hier naast elkaar. We hebben een gezamenlijke missie. We doen wat we kunnen. En het was fantastisch. En ik merkte ook echt, want mijn andere werk ging ook weer trekken. Dus dat ben ik ernaast gaan doen. Maar ik merkte dat ik dit moeilijk kon loslaten. Omdat ik wil niet meer terug naar het oude. Ik wil dat we zo blijven samenwerken. Echt samenwerken. Zonder eigen belangen. Maar vanuit een collectiever belang. Een groepsbelang. Een belang voor onze gemeenschap. En ik ging op een gegeven moment ging met een collega op pad. Waar ik merkte dat ik een bepaald oordeel had. Ik dacht, oh, die collega die had zo van de controle vanuit mijn perspectief. En ik ben juist iemand die moeite heeft met heel veel controle. Ik ben meer een veranderaar die dus meebeweegt en die dus niet op de automatische piloot wil werken, zeg maar, of vanuit vaste structuren, maar steeds wil weer onderzoeken van, is dit nog kloppend? Past dit nog? Dus ik ging met die collega op pad en alsof het lot ermee speelde. Ik werd best vaak met haar ingepland en het was mooi, want in de auto op weg naar mensen leerden we elkaar echt kennen. En ik kwam erachter, ik zei het tegen haar, jeetje, wat ben jij een ontzettende powervrouw. Wat heb ik ontzettend veel respect voor jou. En op een gegeven moment, we hadden het ook over wat haar en haar man, zeg maar, zo verbond. Want ze zijn heel verschillend. Toen vertelde ze ook het zingen, muziek maken. En op een gegeven moment zat ze ook zingend in de auto naast me. En ik voelde me zo intens gelukkig. Ik dacht, kijk nou toch eens. Wat een zegening dat ik met dit prachtige mens op pad ben. Dat ik haar mag leren kennen. Terwijl we daarnaast natuurlijk ook weer in hele schrijnende situaties kwamen samen. Maar het bestond allemaal naast elkaar. En op een gegeven moment, mijn laatste huisbezoek wat we deden, ene laatste, waren we in de hal aan het omkleden. En toen vroeg ik ook van, welke kleur ben jij in het Lumina profiel? En ze lichtte dat toe. Ik zei, oh, ik ben echt volgens mij tegenovergestelde. Volgens mij zijn we hartstikke complementair. En toen zei ze ook van, ja, ik ben misschien niet zo creatief, maar als ik ergens in geloof, dan ben ik zo om. En op dat moment voelde ik iets gebeuren. Ik dacht echt, oh, ik wil vaker met jou samenwerken. Want vanuit de functie die mijn collega en ik hebben vanuit sociale innovatie, veranderen, is het altijd heel lastig om zich ook weer mensen te vinden, zeg maar, die ideeën verder gaan implementeren. En ik dacht, volgens mij is deze vrouw bij uitstek een persoon die zo mooi zou kunnen aansluiten. Dus het lijkt me zo mooi om dat ook te gaan uitproberen. Juist nu in deze tijd van crisis. Omdat alles op het werk gewoon nog anders is. En zo'n crisis geeft zoveel ruimte tegelijkertijd om te veranderen. Dat klinkt gek, ruimte. Want tegelijkertijd zijn heel veel collega's heel erg in beslag genomen met alles wat zich aandient. Maar ruimte omdat niks meer hetzelfde is. Dus het moet even anders. En dat is dus waar ik ook mee bezig ben. En ik merkte tot die corona-uitbraak dat ik me heel vaak ook een beetje alleen voelde in mijn functie.
Want heel veel mensen zitten helemaal niet te wachten op veranderingen. En staan daar niet voor open. Dus ik voelde heel vaak eerder een bepaalde onbedoelde tegenwerking in plaats van meewerking. En dat waren deze afgelopen weken was zo anders. Dus daar ben ik zo dankbaar voor. Dus hoe alles naast elkaar kan bestaan. En dat wilde ik gewoon heel graag delen. Het is een hele lange video geworden. Dus ik kan me voorstellen als het je niet raakt, als het niet resoneert, dat je lang bent afgehaakt. Nou ja, trouwens, dan hoor je dit niet. Maar ik voel dus ook heel veel dankbaarheid. En ik voel ook, de nieuwe tijd is echt aangebroken. En ik heb al langer dat ik ook posts deelde van Jan Rotmans over de kanteling. En ja, dat er echt een nieuwe tijd aankomt. En deze nieuwe tijd is aangebroken. Deze nieuwe tijd is nu. Dit is het moment waarop ik gewacht heb. Dit is het moment waar gevoelsmatig ik op voorbereid ben. Om mee de nieuwe tijd vorm te geven. En ik voel mezelf ook heel erg een bruggenbouwer, een teamplayer. Het gaat niet om mij. Het gaat om het grotere geheel. Ik moet wel eerst goed voor mezelf zorgen. Dat geldt voor jou ook. Maar het gaat om iets groters. Het gaat om een gemeenschap. Het gaat erom dat we weer echt een samenleving worden. En dat is wat je nu ook ziet gebeuren. Is mensen die weer meer voor elkaar klaarstaan. Die tot stilstand zijn gekomen. Uit de rat race. Zij moeten stappen. En natuurlijk brengt dat heel veel onzekerheden met zich mee. En ja, we gaan echt nog wel een pittige tijd krijgen met elkaar. Maar als we voelen dat we dit met elkaar doen. En dat we allemaal ons eigen unieke stukje hebben toe te voegen. Dat maakt het ook behapbaarder. En zo zie ik dus ook mijn rol ook binnen het werk. Om gewoon te zien van ja, welke mensen, waar liggen hun krachten, waar liggen hun kwaliteiten. Hoe kunnen we die inzetten en hoe kunnen we met elkaar zorgen voor die verandering. Dus ik vind het ook heel spannend de komende tijd die eraan gaat. Want ik voel ook dat ik echt niet meer in oude rollen, oude patronen mee wil gaan. Dus dat levert natuurlijk ook altijd weer frictie op. Maar ik heb wel het gevoel dat ik daar klaar voor ben. En laten we met elkaar een mooiere wereld bouwen. En laten we alsjeblieft wakker en bewust zijn. Dat we tegelijkertijd ook zien wat er in de wereld gebeurt. Hoe er ook bepaalde dingen nu doorgevoerd worden die ons beperken in onze vrijheid. En ik weet dat het ergens ook een illusie is, want vrijheid, echte vrijheid zit van binnen. Maar ga dus de stilte in, ga de weg naar binnen maken. Bevrijd jezelf van oude patronen, van oude mechanismen, van oude pijnen. Want de nieuwe tijd is begonnen, weet je. En daar heb jij ook een rol in te vervullen. En hoe schoner je raakt van binnen, hoe meer je opruimt, hoe meer je transformeert, hoe zuiverder je kunt voelen wat jouw weg is. En laten we er voor elkaar zijn, maar eerst voor onszelf. Ja, zonder dat het egoïstisch is, want het is gewoon voor jezelf zorgen. En net als wat ze omroepen in het vliegtuig. Dat als er zuurstoftekort is, dat de moeder eerst bij zichzelf zuurstof moet omdoen. En dan pas bij het kind. Want als de moeder wegvalt, dan is het kind sowieso... heeft het kind geen schijn van kans. Dus ja, eerst jezelf. Maar uiteindelijk voor een veel groter belang. Een samenleving. Een echte samenleving. Waar we weer zien waar het werkelijk om gaat. Om die kleine dingen die zo groot zijn. En dat zit hem niet in materiaal. Het zit hem niet in geld. Maar dat is volgens mij wat heel veel meer mensen nu ervaren. En als jij merkt dat je het lastig vindt. Dat je allerlei stukken tegenkomt. Waarvan je het heel moeilijk vindt om daar doorheen te gaan. Met alle liefde. Met alle liefde. Schijn ik licht mee op de donkere stukken voor jou. Hou ik energetisch je hand vast. En dalen we samen af in de grotten.
om te helpen transformeren wat niet meer dient. Dus je weet me te vinden.